Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb net samen met Nessim ontbeten. En ik ga me nu even klaarmaken. Want wij gaan zo even samen naar de IKEA. En ik moet echt even mijn huid aanpakken. Want die is echt er weer heel slecht aan toe. Ik heb overal puisten. Het lijkt ook op een puist. Maar ik heb mezelf laatst echt heel hard gekrapt. Gewoon rennen met mijn nieuwe nagels. Toen heb ik hier een wondje gekregen. Dit is mijn 11e. Ja, dit is dag 11 van mijn dieet en het gaat super goed. Daar ben ik heel erg blij mee. Eindelijk iets wat ik aan kan houden. Ja, dat is het eigenlijk. Ik ga snel even beginnen aan mijn huid. Ik doe eerst even mijn lenzen in. Zo, ik heb mijn lenzen in gedaan. En ik ga nu even heerlijk mijn gezicht scrubben. En deze scrub is echt mijn favoriet. En dan zie ik er zo uit. Ik heb net mijn huid ingesmeerd met crème. Het voelt echt super lekker en glad aan nu mijn huid. Ik ben er echt blij mee. Het is nu wel een beetje rood. Dat is normaal. Ik heb net gescrubt. En ik ga nu even lekker mijn make-up opdoen. Nessie is trouwens de Ted Bundy documentaire aan het kijken. Het is echt fucking interessant. Het is een documentaire die is opgesplitst in een paar afleveringen. Maar echt zieke documentaire. Het gaat over een seriemoordenaar van jonge vrouwen. Dus wellicht wel interessant om naar te kijken. Ik heb trouwens laatst een film gekeken. En hij heet Gone Girl. Ik vond het ook echt zo'n zieke film. Ik heb er gewoon heel de tijd naar gekeken. En dat was echt een super lange film. Volgens mij duurde die echt meer dan 2 uur of zo. Maar echt een aanrader. Volg me altijd overal, maar ik heb de deur dicht gedaan. En nu zijn ze zoveel deur, want ik kan echt niet in een ruimte blijven. Kom maar, Dina, ik doe wel open voor jou. Kom. Doei, doei. Zo, en ik ben klaar met mijn make-up. Wat een verschil. Ik ga nu even snel mijn haren doen. Zo, ik heb inmiddels mijn haren gedaan en ik word er steeds beter in. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik heb dus gisteren een pakketje gekregen van Chicwell. Ik ga even kijken of hier wat leuks in zit. Wat ik nu eventueel aan kan doen. En de rest laat ik jullie denk ik wat later zien. Zo, ik heb deze outfit gekozen. Deze grijze trui met een V-hals. Ik vond hem echt super cute. En ik ga even de link onder mijn video zetten. Met deze zwarte leren broek. Hij is echt super fijn. Maar hij is wel een beetje aan de grote kant zoals jullie zien. Maar hij zit wel echt chill. Dus ik ga hem gewoon aandoen. Ik ga even alle links van de artikelen die ik heb gekregen onder deze video zetten. En de rest zien jullie gewoon even later in de video. Ik heb echt heel erg veel leuke dingen. Ik ga nu mijn lievelingsparfum opdoen. Maar ik heb het gevoel alsof deze parfum dus niet zo lang bij mij blijft. Hebben meerdere mensen hier last van. Nessie had onze vuilniszak even buiten gezet. En wij kwamen naar buiten en was gewoon bij de buren gevlogen. 3 meter weggevlogen. Wat vies, man. Maar het is niet zo zwaar. Het is een gekke wind, toch? Jongens, Nessie heeft weer een andere jeep. Het is een big man. Gaat het? Deze is wel echt. Deze gaat echt te ver. Deze gaat echt te ver. Vet mooi. Eerlijk, deze auto is veel mooier dan de vorige. Ik vind het heel mooi, zo leren bekleding. Zo mooi bruin. Het ziet er echt. Nou, deze is wel minder als het om vloggen gaat. Hij is glad. Ja, deze is veel gladder. Nou. Dit is trouwens onze 3e keer dat we proberen om naar IKEA te gaan. Dus ik hoop dat het dit keer wel lukt. De eerste keer waren we op een zondag gegaan. We waren vet later aangekomen. We dachten besef, dat het. Wacht even, de eerste 2 keer is jouw schuld. De eerste keer heb je niet gekeken hoe het toen ze open waren. Ja hoor, tot 10 uur. En de tweede keer, dat was dus gisteren. Toen wouden we ook naar de IKEA. Maar toen was ik dus vergeten. We waren aan het rijden naar de IKEA. En toen was ik vergeten of ik mijn pan of mijn vuur had uitgedaan. Want ik was aan het koken. En ik was het dus vergeten. Dus ik was helemaal paniekerig. En toen zei ik tegen Nessie dat hij gewoon terug moest rijden. En toen hadden we het dus weer niet gehaald. En vandaag is het dus de 3e poging. En het ergste was nog, we kwamen gisteren thuis. En de vuur was wel gewoon uit. Er was niks aan de hand. Ja, maar ja. Altijd voor de zekerheid teruggaan. Ik weet niet. Ik ben altijd zo, als ik de deur uitga, dat ik naast te denken van, heb ik de vuur wel uitgedaan? Heb ik de kaars uitgedaan? Heb je de kaars uitgedaan nu? Oké, dat bedoel ik. Helemaal serieus? Nee, ik heb het niet uitgedaan. Ja, dan moeten we weer terug. Nee. We hebben het serieus. Fuck, jongen.
klootzakken. Hij had het gewoon uitgedaan. Gaat hij lopen bang maken. Oh jongen, ik haat jou. Acting boy. Acting boy. Wij zijn aangekomen bij de IKEA. Deze kant lopen, ja. Heb jij een beetje druk? Hè? ik heb 2 tossies gegeten. Ik kan wel wat op. Oké. Okay. Zeker. Heb jij honger? Jij wil mij gewoon overhalen om te eten, hè, flikker? Ja, een beetje trek. En ik weet dat je hier ook heel veel gezonde dingen kan eten. Wat wil je vreten dan? Even kijken wat ze hebben. Wij hebben lekker zalm gehaald met broccoli en een Griekse salade die ik zelf heb samengesteld met zo'n mini olijfolie. Kapot cute. We hebben inmiddels super lekker gegeten. En gezond. En wij gaan nu lekker winkelen. Ik heb wel een ijsje gegeten, ik ga gewoon eerlijk zijn. Ja, Nessie heeft wel gecheat. Maar Nessie moet het altijd. Jongens, Nessie gaat weer kaarsen uitkiezen. Appeltaart. Omdat hij anders boos wordt. Lekker net een kind. Waarom? Dat is waarom? Gewoon lekker. Nee, ik wil deze niet. Waarom mag ik nooit kiezen? Oké, doe maar in. Mag ik alle kaarsen kiezen? Vandaag mag je alle kaarsen kiezen. Wat gebeurt er als je Nessim kaarsen laat uitkiezen? Alle kleuren van de regenboog. Nou, wij hadden dus kledingrekken nodig. Dus die hebben we nu gekocht. Net gepakt uit het magazijn. We hebben kledinghangers. Maar dat past dus niet bij elkaar. We hebben zwarte kleerhangers met een witte kledingrek. Dat is niet zo handig, maar ja. Wij zijn hartstikke geslagen. Nu gaat Nessie nog hotdogs kopen voor zichzelf. Echt een jongen kan vreten. Ik ben inmiddels thuis. Ik gaf hem met een shock, hè. Ness, ben je niet vergeten iets op te ruimen? Kijk eens. Oh, de kerstboom. Oh, ja. Ja, wat was je aan het zoeken dan? Heb je nog weer niet opgeruimd? Oh. Wanneer ga je de kerstboom opruimen? Ha? Huh? Nee, ja. Zeg het tegen mijn volgers. Ik sta voor schut. Voor schut. Voor schut. Ik ga de kerstboom morgen opruimen. Oké, beloofd. Pinky promise. Nee, ik wil jullie even laten zien wat ik dus heb gekregen van Chicwell. Kledingwebshop. Dit is trouwens een webshop volgens mij uit Zweden. Ze hebben kwalitatief best wel goede kleding. En het is iets prijziger dan normaal. Maar de reden daarvoor is dat het dus kwalitatief beter is. Ik ga zo even een andere broek aandoen, jongens. Want zoals ik zei, is deze broek een beetje te groot. En als ik ga zitten, kan je alles zien. Mijn hele string komt er bovenuit. Dus ik ga hem wel even straks even uitdoen. De eerste trui die ik heb gekregen. Dit is hem. Echt heel erg chill. Nog een trui in een andere kleur. Oh, deze stof is echt zo chill, jongens. Niet normaal. Verder. Het is hier wel echt heel erg donker, maar maakt niet uit. Heb ik deze trui. En die ziet er zo uit. Oh, het is zo fel. Dus vind je het mooi als ik zulke felle kleuren aandoe? Dat heb je eerder gedaan, toch? En vind je dit mooi? Ik vind jou mooi. Nou, best wel een felle trui. Dat zijn jullie niet van mij gewend. Maar het kan best wel leuk staan af en toe. Maar dan moet ik wel echt make-up on fleek en alles on fleek. Wil het mooi staan. Verder heb ik dus deze trui gekregen. En ik vond de details aan de mouwen echt super cute. Met van die zwarte knoopjes. En hij is niet zo heel lang. Het is niet echt een crop trui. Iets langer dan een crop trui, zeg maar. Maar deze is echt chill. Ziet er heel erg mooi uit. Ik dacht, ik koop nooit blousjes. Laat ik gewoon een keer een blousje uitkiezen. Maar deze vond ik echt heel erg cute. Ik wou zeggen, net zoals ik aan de telefoon met zijn vriend. Nessie heeft dus straks een talkshow. En Dinar wil weer even aandacht. En ik ga misschien dus mee, dus ik moet even snel mijn broek vervangen. Trouwens, ik zet alle links van al deze truitjes even onder mijn video. Ook van de broek en van deze trui. Deze trui is trouwens wel echt heel erg chill en hij zit ook echt heel erg mooi. Maar dan zet ik allemaal eronder, zodat jullie allemaal eronder vinden. Ik ga nu snel even mijn broek verwisselen en dan zie ik jullie straks. Ik heb me omgekleed en ik ben nu al black. Ik heb gewoon een zwarte truitje aan. Een zwarte legging van Puma. En ik ga daar gewoon ook zwarte schoenen onder doen.
Super fijne outfit dit. En we zitten weer in de auto. Dit keer onderweg naar Amsterdam. Nessim heeft dus zo'n talkshow en ik ga voor het eerst na jaren mee. En vandaag is de gast Busy. En? Jong Ellens. Van waar is hij? Van wat is hij, zeg maar? Awo! Awe! Hoe doe je de lamp aan hier? Oh, hier. Nou, wij zijn even klaar met de talkshow. Kijk, Q stapt nu zijn auto in. Wij gaan nu even met QC naar de Meram. Heb je honger dan, Nes? Ik heb echt honger. Ja, Nes heeft echt heel veel. En ik moet nog trainen vandaag. Wat vond je talkshow? Dat was gezellig, toch? Ja. En ik had zogenaamd een salade besteld bij... hoe heet die tent ook alweer? Domino's. Bij de Domino's. Okay, ja. Bestelde er ook de salade bij de Domino's? Ik had niet zoveel opties. Er was hier in de buurt echt niks gezonds. En ik kreeg gewoon echt alleen maar sla. Dus ik heb nu eigenlijk ook wel weer trek. Maar bij de Meram kan je eigenlijk best wel gewoon gezond eten. Dus daar gaan we nu heen. Nee, maar ik moet nog het fucking podcast overbrengen. Wat zeg je? Maar internet doet het niet van de auto. Zeg maar tegen Nes. Oh, internet van de auto doet het niet. Hè? Maar internet doet het weer niet. Wacht even. Ik ga stuk. Bij de Meram. En ik heb een theetje besteld. En de mannen zijn nu deze soep aan het drinken. En ik krijg zo een slaatje. Ja, lekker? Ik heb een lekkere kipsalade. Nessie heeft een mixed grill. En QC is vegan en die eet falafel. Nou, wij zitten momenteel bij een shisha lounge. Gewoon bij Meram eigenlijk. Zo. Oh, deze ruikt ook echt heel erg raar. Vergeleken met die andere shisha's. Ja, dit is eigenlijk. Let's go. Ik kan geen rondjes. Ik probeer de rondjes te doen. Die meiden net konden beter dan jij. Kijk wat een gek toetje wij hebben gekregen van Meram. Zo vet. Nou, ik mag aardbeien eten. Ik mag er zit gewoon ijs in. Oh my god. Zo, inmiddels thuis. Ik heb echt een super leuke dag gehad met Nessie. We waren eigenlijk de hele dag samen. Echt leuk voor een keertje weer. Even kijken. Ik ga nu even mijn gezicht wassen, denk ik. En wat wil ik nog meer doen? Oh ja, ik moest nog even de keuken opruimen. Dus dat ga ik ook gewoon doen voor het slapen gaan. Zodat ik morgen gewoon lekker kan ontbijten met een schone keuken. Kennen jullie dat? Ik vind het echt alles zo rot als ik mijn vaten niet heb gedaan. Of mijn keuken niet heb opgeruimd. Als ik de volgende dag dus moet ontbijten. Dus dat ga ik nu doen. De wimpers eraf. Wat vinden jullie trouwens van mijn Primark nepwimpers? Zien jullie verschil met andere nepwimpers? Of denk je, nou, deze zijn eigenlijk best wel mooi. Want ik vind ze persoonlijk echt heel mooi. Dit is echt het lekkerste gevoel ever na een hele lange dag. Je gezicht wassen. En alle make-up eraf. Heerlijk. Jongens, terwijl ik dit aan het doen ben, ga ik gelijk mijn vlog even afsluiten. Want ik ga hierna gewoon mijn pyjama aandoen. En ik ga lekker pitten. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!